Ik ben een boeket aan het maken met de helianthus, oftewel de zonnebloem. En waar de naam vandaan komt, is eigenlijk helemaal niet gek. Op het moment dat hij bloeit, dan zie je dat die kop van de bloem helemaal meedraait waar de zon is. Je hebt ze nu in allemaal hele verschillende soorten. Dus als ik zeg zonnebloem, dan denk je hieraan. Maar je hebt ze nu dus ook met een heel groen hart, waardoor ze een hele frisse uitstraling krijgen. Maar je hebt ze zelfs in het wit.